Toepark De Hagen met het Natuurhuispaviljoen heeft inmiddels vaste voet verworven in Almelo. Er gebeurt van alles, van educatieve activiteiten tot lezingen, exposities, feesten, boekpresentaties, vergaderingen. En als de muren je met deze warme temperaturen aanvliegen, ga je toch lekker in het park aan het werk met je laptop? En wie kwam er nog meer langs om een spolshoogte te nemen? Ja, ik ben hier vandaag met het College van Gedeputeerde Staten voor een vergadering hier vanmorgen. En dat doen we heel bewust hier in Almelo in het Natuurhuis. Want jaren geleden hebben we als provincie ook fors geïnvesteerd samen met Europa in het mogelijk maken van het realiseren van het Natuurhuis. Maar dat zijn allemaal beslissingen die je voor jezelf als bestuurder, die gebeuren op papier, het zijn woorden. En we willen ze ontzettend graag ook zien. Wat gebeurt er nou in de praktijk? Waar kunnen we mee ondersteunen om ook allerlei initiatieven zoals hier in het Natuurhuis met al die organisaties die hier actief zijn en die hier met al die vrijwilligers een geweldig gebouw en park hebben gerealiseerd en beheren. Daar zijn we hartstikke trots op. En dat is mooi om dat gewoon eens in de praktijk te zien.